Wij verzorgen vaartochten voor mensen die kanker hebben. Wij vinden het leuk om het team Huizen op de kaart te zetten en hebben een vlotte race georganiseerd. Het is vooral gewoon leuk om te doen, maar winnen zou toch altijd wel leuk zijn. Ja, en winnen natuurlijk, hè? Is dat het belangrijkste, winnen? Hè? Nee, gewoon leukheid en mooi lol. Ik heb me als bouwbedrijf ingeschreven om mee te doen aan de vlotte race voor het NKN. En gelukkig zijn we heel druk, dus we hebben last minute een vlot in elkaar moeten knutselen. Nou, dat is goed gelukt, zoals je ziet. En wij gaan ervoor vandaag. Ik zeg stop. Ja, dan kost je gelijk een rookworst natuurlijk. Ik ben Bart Rijn en wij doen mee met de vlotte race. En we gaan het mooie fonds waar we voor racen gaan we vertegenwoordigen. En we gaan winnen. Ja, dat ongeveer. Maar eerst moeten ze weten waar hun plaats is. En ik zie al een beetje een boot die meer te water gaat dan op het water gaat. Zijn jullie nog met z'n vijven nu? Hallo? Zijn jullie er klaar voor? Op uw plaatsen. Klaar. Kijk, daar gaan ze. De toeter laat het ook bijna bij zitten. Ja hoor. De spanners komen eruit. Wat een gezelligheid hier. We hebben gewoon confetti vuurwerk. Het is natuurlijk ook wel een feestje vandaag zo. Hè? We doen het allemaal voor het goede doel. Ik zie nog niet dat boten geënterd worden. Ik zie er wel eentje een beetje gaan water gaan maken. Ik hoop dat ze nog de boei halen. Ik weet niet, is er een man overboord? Er is niemand overboord hoor, maar de timmermannen hebben de boei al gerond. Terwijl de anderen precies in hun vaarwater zitten. Dus dat is even wat lastig. Ja, dan hebben we een verkeersregelaar nodig om ze de goede kant op te krijgen. Maar het ziet er wel heel gezellig en spectaculair uit zo. Ja, je zou het niet verwachten. Van tevoren hadden we natuurlijk nooit gedacht dat een kruiwagen, notabene een kruiwagen, op het water eigenlijk de winnaar zou worden. Slaggen jongens! Ja hoor, ze zijn binnen en de tijd is... 3 minuten, 26 seconden en 78 honderdste. En op de hielen gevolgd, zou ik bijna willen zeggen, door de scouters. Jullie mogen ook nog wel even bellen voor de gezelligheid. Ja, dat gaat. Hoppakee, juppelee! Dat is nummer 2, onze scouting. Later. Wie is nummer 1? Ik denk dat het geen verrassing meer is. Het was en de snelste en een hele mooie. Dat geeft de combinatie van de Roy. Ja, en dan weliswaar het voetbalelftal, die zelf geen voetbal zijn. Ja, dat ging snel hè, met jullie... Dat ging goed. Ben jullie gewoon vet trots dat het gelukt is? Ja, zeker. En dan gaan jullie lekker met z'n 12 genieten van deze prachtige prijs die is aangeboden door Fletcher. En misschien mag jij ook wel mee, ja, heel veel gezellig. Mag ik hem nu overhandigen, ook namens onze Robert, met een heerlijke tasje gezelligheid erin.